Dinsdagmiddag 14 februari rond 12:45 is vlakbij de Zuiderheide in Laren een man aangevallen door een rund. Op de Larense heide liep een man dichtbij een rund. De boswachter vertelde dat de man foto's aan het maken was van de runder en te dichtbij kwam. Toen werd de man aangevallen. Welke verwondingen de man precies heeft is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling nadat er twee ambulances ter plekke kwamen. Op veel plekken hangen waarschuwingsbordjes voor de beesten die wel 400 kilo kunnen wegen.